naties. Duitsland, laten we dat zeggen, Duitsland, een halve lengte impen België. En 1000 meter lengte zijn we schön voorbij geworden. We gaan hier nu de laatste 1000 meter roeien. En nu zal er in de volgende 100 meter of 400 meter een beslissende fase komen. En ze hebben 1100 meter geroeid. Daar is ze, daar komt ze. Ja, de Duitse manschappen die komen nu van op dat... Roger er even uit, want Cornelis Tromp wint de 8 met stuurvrouw, juniores, voor Carlau. En we blijven de wedstrijd met de Belgische vissenwereldkampioenen die nog 750 meter te roeien hebben, blijven we volgen. Ja, de voorsprong blijft er nog voor de Belgen met een halve boot. Ik kan ze bijna niet meer zien, dus het aantal fitters. Dubbel 2 juniores meisjes. Na het tribuneterrein, er wordt gestreden om de prijs mevrouw Katharina Segers, schip van Volking en ambtenaar van de burgerlijke stand. Laat ons niet opvangen! Veruit ingeslagen wedstrijdveld in de eerste reeks. Met Witten, Duitsland, Zieger, Breuker, Wilshamper. Einerlinge daar hinten. Beatrix is tweede. Tritter, Keuner, Ziegburger. Terwijl we daar ook de aankomst hebben van de hoop Amsterdam in de tweede reeks van de dames dubbel 2. Voor met het boek nummer 5 de combinatie Second de Gat Bruxelles de Dinan, qui est de deuxième. Met boek de. Willem III, Amsterdam, schenkt van de Schootbrugge. Winnen deze derde reeks. Jawel, zo is het. Voor combinatie Rik Amsterdam Pampus bij de Nederland. Ja, en die zei dat net Amsterdam, maar het was wel degelijk Gouda. Die dan net moet finishen met Van Schelmen en Brechtje Hermans, ere wie ere toekomt. Net zoals we nu Kaaien Bruggen aan de leiding zien van de vierde reeks, de Vogelaren Hessens. Ik het hier. Maidenhead. Dat is vermoedelijk ook nog behoren tot deze reeks. Koer Hessen Kassel, Peter Sebastian is de gezamtzieger in 7-9-5-7. In Glasgow, Prescott Daniel, 8-0-6-0-5. Dritter, Koer Hessen Kassel, 8-0-6-27. Volk Maidenhead, 8-0-6 en 5, Zwolske, 8-0-7. En hier gaat dan... Die lijkte met Van Ouwekerk en Beukers door de finish in deze reeks. Willem de Amsterdam van de Schootbrugge Schenk. Met boek nummer 29. Caparlo Upper Thames Word Mutram. In een meer dan uiteengeslagen. De 8 met juniores ligt ook klaar. En in de eerste reeks wordt Gent, en ik vermoed ook Club Gent 16. Wie is daarbij? Uiteraard Roger Provoost. Ja, dankjewel Ronald. De belangstelling is hier enorm. We hebben juniores, maar, wat wil ik zeggen...